Welkom bij de Landbouwbeurs Noord- en Centraal-Nederland. Hierbij een toelichting op de beursnotering van Emloort betreffende week 41. Aardappelen wordt weer een eentonig verhaal, maar dus vorige week als de week ervoor geen notering van te weinig transacties. In het zuiden gebeurt er wel wat, maar in Noord, ook op Agriprins, is er niets te vinden in Noord. Dan de uien. De uien is een positief verhaal. Zit weer in de lift, 6,5 tot 8. En de 30% grof, de 60% grof, 7 tot 8,5. En de stemming is vast. Uien, rood. Gelukkig zijn de meeste partijen grof gegroeid dit jaar. Maar de onderkant, de middel, is moeilijk af te zetten. En vandaar dus dat de commissie geen notering heeft gedaan omdat er te weinig transacties waren bij 30% grof. 60% grof van 8 tot 10, maar de stemming was flauw en is nog flauw. Dan uien drogen, de schuur, de bio's, de 34 tot 36, stemming rustig. Vanmorgen afgesproken dat volgende week dat er twee noteringen komen van 30% grof en 60% grof. Want ook de middel wil moeilijk weg en de groepen die gaan veel beter. Dus vandaar dat er toch een opsplitsing komt in de prijs van middel en grof. Dan de tarwe. Tarwe zit ook weer in de lift. 142 tot 144. Sorry, dus 142 en 144. En de hoogst bekende transactie in het Oldambt is 145. En de stemming is prijshoudend. Stro is hetzelfde als vorige week. 80 voor de kleine pakjes en 75, 80 voor de grote balen. Gerstenstro geen notering en de stemming is prijshoudend. Volgende week starten we met de peennotering, zowel de gangbare peen als de biopeen. En daarin, bij de gangbare is twee gedeelten opgesplitst, de B-peen en de schalenpeen. Voor meer info over noteerde bestuur of prijzen zie www.landbouwbeurs.com. Tot de volgende week.